En nee, trekt het je? Nou ja, kijk, ik ben altijd een beetje bang dat zo iemand zich te serieus gaat nemen. En ik heb zijn vader echt heel goed gekend. En als ik heel eerlijk ben, als er één man zich echt niet serieus nam, was het zijn vader wel. Dan ging ik met hem varen. Met zijn vader was het altijd zuipen, mm-hmm. De hele dag zuipen. Ja. En roken. En dan gingen we de plas op en dan gingen we vertellen over... Nou ja, hij had 2 kinderen van de andere vrouwen nog. Ja. Die zag hij niet. Zijn broer zag hij niet. Met zijn ouders was hij gebrouilleerd. En dan kon hij enorm om huilen altijd als we samen op de boot zaten. Maar, en dan zei hij altijd tegen mij, ik zuip niet voor niks, hoor. Echt niet, ik zuip niet voor niks. Want hij zoop... Omdat hij trok dat niet. Het moest verzachten. Hij trok ook gewoon het hele leven niet. Hij trok niet het optreden, trok hij niet. Mm. Hij trok zijn gezin niet. Hij trok zijn kinderen niet. Hij trok het niet. En nee. Als hij maar zat op had, dan ging het wel. Dan mocht dat kind opeens aan tafel schreeuwen 's avonds bij het eten. Maar deze in het 's middags, als hij er nog maar 8 op had, ja. Dan werd hij gek. Nou, dat kan ik me herinneren. Maar als hij dan 4,44 op had, dan was het prima. Ja. Maar Hij had ook heel veel zelfspot. Want ik vergeet nooit, dan was het echt heel warm. Echt heel warm. En dan gingen we naar die schoonouders. En die schoonouders hadden een huisje in de Hoek van Holland. Mm. En dat was 35 vierkante meter. Ja. En daar zaten wij dan met mijn vrouw, met ik, André, Rachel en de kinderen. En die 2 schoonouders van hem. En dan zaten wij zo. En die schoonouders draaiden de hele dag muziek van André. Ja, dat klopt, de familie van Gaal. Hele dag. Hele dag. En dan zaten wij samen, er was even iedereen weg. Ja. Weet je, ze kikte hem aan, zei hij... Ja, we hadden ook aan de Loosdrechtse plassen kunnen zitten. Nee, met een bootje voor de deur, maar dit is toch ook gezellig? Ja. En dan zei ik, joh, en we hebben nog lekkere muziek ook. Zei ik, dan had hij het echt naar zijn zin, weet je wel. Maar ik had echt altijd enorm met hem te doen. Ook zijn... bang. Hij altijd bang. Bang. Altijd bang om dood te gaan. Iedere dag bang om dood te gaan. Ik vergeet nooit dat als de bangigheid dan gestegen was tot een plafond... dat hij echt niet meer kon. Dan ging ik met hem naar Casper. En dan ging hij liggen. En dan ging hij zo op die bank liggen bij Casper. Die buik was dit, hè? Ja. En dan probeerde Casper te drukken om te kijken naar zijn leven. Maar daar kwam hij nooit bij natuurlijk. Nee. Je moest eerst door 60 blikken bier heen. En dan drukte Casper zo... Dan zei Casper, perfect. Niks meer aan doen. Niks aan de hand. Nee. En wat wij dan deden, dan gingen we naar Kaap Mossel, gingen 40 glazen bier op zitten drinken, weet je wel. Nee, maar ik had zo met hem... En ik dacht altijd, je kan ook medicijnen nemen. Mm-hmm. Weet je, waarom zou je die 80 glazen bier op drinken, weet je wel? Waarom zou je geen medicijnen nemen en gewoon... Dan kan je dat ook wel onder controle houden, die angsten en dat... Maar ik vond het echt... Maar dat zag je ook in die documentaire toch terug, René. Die documentaire van hem was toch onvergetelijk. Ja, maar die was onvergetelijk, maar die was ook geweldig in alles. Ja, die kapper die iedere keer naar buiten liep en dan terugkwam en zei... Het loopt al lekker vol. Daar in Spanje toen. Het loopt al lekker vol. Er staat iemand. Ja, op dat balkonnetje ook. Dat hij op dat balkonnetje zat. Ja. In een appartementje van €300 in de maand. Hè? Daar zat hij. Ja. Ja, zat hij met zijn biertjes, weet je wel. Maar dat kan het niet overtreffen. Maar je ziet heel veel dingen dus terug. De angsten, die heeft André ook. Wegdrinken van die angsten. Drugs gebruiken om die angsten weg te krijgen. Niet goed met zijn gezin eigenlijk kunnen omgaan. Ja, soms wel. Soms nou ja, kijk, daarom zeg ik één ding. Maar er zit ook humor in, hoor. Dat is het enige, wat ik die mensen wil zeggen. Dat het enige wat voor André wel telde, was familie. Mm-hmm. Het liefst had hij alles bij elkaar. Ook zijn ex-kinderen, gewoon iedereen. Maar dat kon niet. Die wilden we niet. En als je dan ziet hoe die dochter en die moeder rollend over straat gaan... Dan denk je, die man zou zich omdraaien zijn graf. Moet je gewoon niet doen, joh. Eén leventje, moet je niet aan beginnen. Eén leventje, ja. He? Ja. Maar jij zegt dan, pas op met zo'n documentaire... die kan nooit over die andere documentaire heen. Nee, maar dat is toch ook niet de bedoeling? Nee, maar André had, ondanks al dat gezuip en gedoe... hij nam zich niet te serieus, weet je. Hij wist ook wat het gaat. Ja, op het eind gaat het ook nergens over allemaal. Maar bij die kleine heb ik misschien het idee dat hij dat wel doet. Nou, ik vond er best wel humor en ook relativering in zitten. En hij kijkt ook goed naar zichzelf. En hij is niet, dat vond ik ook echt wel verfrissend... met vingertjes aan het wijzen. Van, het komt door die. Jij zegt, er hebben mensen wat aan. Hè? Maar dat geloof ik zomaar van je. Hè? Ik heb wel altijd, als ik naar zo iemand kijk... die dan zegt, ik snoof, ik dit, ik nam 2 flessen wodka... Ja. Ik nam medicijnen, dat ik denk, ja, prima. Oh, jij denkt gewoon, ja, prima.
Nou, je werd er niet vrolijk van als je dat zag, hoor.